Welkom. Ja. Leuk dat je er bent. Nou. Ik heb even kort uitgelegd wat de filosofische praktijk inhoudt. Het voeren van een praktisch filosofisch gesprek. Ik heb een colonstoma, dus voor de ontlasting, en een urinestoma. En wat dat voor mij betekent. En mijn wens is dan geen stoma's meer te hebben. Ja, ja. Nou, dat, allebei de stoma's niet meer? Nee, allebei niet. Ja, daar prima mee kan omgaan. Ja. En, maar het bezit ervan, dat vind ik niet leuk. Of onder de douche, ik ga onder de douche. En ik sta me dan af te drogen en ik sta er dan met die twee zakjes op mijn buik. Dan denk ik, nou ja, dat is toch geen gezicht. Dus dat ben ik toch niet. Esthetisch. Ja, maar dan, ja. Hoe het eruit ziet. Nee, ja, nog niet eens misschien. Het is vooral ja, dat ik niet meer het normale lichaam heb. Maar als u kleren draagt, dan ziet u dat niet. Dan zie je dat niet. Zie je dat niet? Nee, nee, dan zie je dat niet. Maar ik vind het toch op mijn mens zijn. Dus het is ja, wel wat filosofisch inderdaad. Vind ik het een geweldige impact hebben. Ik ging wel eens in mijn blootje zwemmen. Dat vind ik wel lekker. En, maar doe je dat nou niet meer dan? Nee, nee. Vanwege? Nou ja, dan zien andere mensen of kunnen dat zien. Ik ging dus vroeger in de Noordzee vaak zwemmen. Ja. En dan, als het niet al te druk was, dan deed ik mijn zwembroek vaak uit. Want dat vind ik heerlijk. Dan voel je je vrij in het water. Dan zwem je lekker. En, maar nu zou ik dat niet durven. Want dan zou ik bang zijn dat misschien toch een ander dat zou zien. En als je nou zeker zou weten dat het strand helemaal verlaten was? Ja. Nou, oké, dan wel, misschien wel. Je zei ook van, ook al heb je je kleren aan, dan doet het iets met je mens zijn. Nou ja, ik voel me er toch mismaakt door eigenlijk. Dat is misschien wel het juiste woord. En ja, je ziet het niet als je je kleren, je ziet nu niks. Maar, ja, het feit dat ik het heb, dat vind ik, ja, dat... Ik wil niet zeggen dat ik dan de hele dag ga zitten denken. En ik word er ook niet depressief van hoor. Dat ben ik niet. Dus, maar je zegt, je neemt wel het woord mismaakt. Ja. Dat is wel een serieus woord. Ja. Ja, dat is zo. Ik kan dus niet meer gewoon gaan plassen of poepen. Dus zal misschien een boel mensen zeggen, nou ja... Is dat zo'n probleem? Dat gaat nu via die zakjes. Ja. Maar ja, het is een normaal menselijk iets. Dat je op een goed moment gaat plassen. En dat je op een bepaald moment gaat poepen. En ja, ik wil niet zeggen dat ik dat nou mis in de zin van... Wat was dat toch een prettig gevoel of zo. Maar ja, het hoort normaal bij je mens zijn. Ja. En dat ben je kwijt. Dus ja. Ik mis het toch wel. Ja. Laat ik zeggen, als iemand er een opmerking over maakt, dan denk ik, goh, wat aardig dat je daaraan denkt. Ja. Dus het gaat er niet uitgebreid over zitten. Nee. Tenzij die persoon heel geïnteresseerd zou zijn, een gesprek erover begint. Eigenlijk zoals jij nu met me praat. Nou, dan zou ik er wel dieper op ingaan. En dan zou ik met name melden wat het toch wel met me doet. Ik ga met een goede kennis van me regelmatig zwemmen in de Noordzee. En dan kleden we ons altijd om de rand van het strand tegen de duinen aan. Maar dan ga ik wel zo staan dat hij die zakjes niet ziet. Hij weet wel dat ik ze heb. Maar ik denk dat ik dat meer voor hem doe dan voor mij. Vind je dat een probleem? Of is dat ik dat doe? Ja. Nee. Maar ik doe het wel bewust. Ja. Snap je? Ja. Maar het feit dat je dat bewust doet, dat vind je geen probleem? Nou ja, ik lig er niet wakker van. Dat ook weer niet. Nou ja, kwaliteit van het leven, ja, die is eigenlijk wel weer... ja, voor een groot deel hersteld.
na die revalidatieperiode, zal ik maar zeggen, mm-hmm. dus nu anderhalf jaar verder, behalve dan de seksuele functie, wat ik net zei, die is, en dan bedoel ik met seksuele functie niet alleen dus het, dus de seksuele daad zelf, maar ook het knuffelen, mm-hmm. dat is dus wel, daar voel ik me wel in geremd. Mm, ja, niet om elkaar een zoen te geven, maar wel, als ik in mijn blootje naast mijn vrouw lig en dan zitten die zakjes er letterlijk tussen. Mm-hmm. En dat vind ik wel een handicap. Dus dat heb je wel ingeleverd. Ja. Dat je lichaam je als het ware in de steek gelaten heeft. Ik heb altijd gezond geleefd voor zover we weten wat gezond is dus. Mm-hmm. Maar me niet te buiten gegaan aan dingen die, waarvan de meeste artsen zeggen dat je dat niet zou moeten doen. En dan toch krijg je die kanker. En daarbij heb ik het idee dat... waarom heb ik dat nou gekregen? Waarom krijg ik die rotziekte, om het maar zo te zeggen? Vertelt dat ik lang huisarts geweest ben. Ja. En dan maak je van heel nabij kanker mee natuurlijk. Mm-hmm. Al die mensen die dat krijgen en die eronder lijden. En waar ik ook wel bij mensen euthanasie gedaan heb in het laatste stadium van kanker. Mm-hmm. En dan... dan hoop je altijd dat je dat zelf niet zal krijgen. En als je dat wel krijgt, dan denk je, jeetje, nou ben ik ook de sigaar. En dat vind ik wel erg. Er is wel... Dat is ook niet zo gek, want je zegt je bent huisarts, je helpt alle mensen, al jouw patiënten zeg maar, maar je eigen lichaam laat je in de steek, zoals je dat zegt. Ja, nou, dat is ook wel. Dan denk je, een hele grote teleurstelling voor me. Maar ik moet zeggen dat ik daar ook weer aardig, toen ik dat te horen kreeg, toen heb ik wel, had ik regelmatig letterlijk huilbuien. Hmm. Dan, ik weet nog dat ik, is 2 jaar geleden nu, dat ik met mijn kleinkinderen op een strandje zat, ergens aan een meertje, in de buurt van Oegstgeest, waar ik woon. En waar die kinderen aan het zwemmen, toen kreeg ik me toch een huilbui. Nou, was niet mooi meer. Ik was alleen hoor. Ik zat er alleen, zij waren aan het zwemmen. Mm. Toen zie je al die mensen er zwemmen, dan denk je, ja, ik heb nu kanker. Ik moest nog geopereerd worden hoor. Dus ja, het heeft een enorme impact. Maar goed, ik ben er nu aan gewend, wat ik het zo zeg. Ik denk dat het een gewenningsproces is. Dus ik ben er nu aan gewend en objectief zeg ik van... Maar waar ben je precies nu aan gewend dan? Dat ik een kankerpatiënt geworden ben. Oké. Dus je beschouwt jezelf als kankerpatiënt? Ja. Niet op de manier zoals ik dat nu doe. Ik ervaar dat ze in het ziekenhuis heel erg erop inhaken van hoe ga je met die stoma's om. Mm-hmm. En dat vind ik perfect geregeld. En... maar de psychologische gevolgen, ik vind dat er weinig aandacht aan besteed is. Maar misschien heb ik dat ook niet gezocht hoor. Want ik geloof dat je wel vragenlijstjes kunt invullen van topt u er erg mee? En heb ik nee op geantwoord. Ja. Dus ja. Ik heb dat misschien ook niet gezocht. Maar ik vind wel, dat vind ik wel hoor, dat artsen, met name in het Antonie van Leeuwenhoek huis... waar ik behandeld ben. Dat zijn knappe koppen en ze kunnen... technisch zijn ze heel goed, maar ze zijn vooral heel vakmatig bezig. Mm-hmm. En ik denk dat ze minder interesse voor het geestelijke welzijn van de patiënt hebben.
daar hebben ze wel die vragenlijstjes voor. En als je dat invult van ik ga er erg onder gebukt, wat ik dus inderdaad niet gedaan heb. Mm-hmm. Ja, dan wordt er een psycholoog of een maatschappelijk werkster op je af. Wordt ingeschakeld. Ja. Maar rationeel zeg ik, die kansen die zitten wel in. Maar ik vond ergens, maar dat is niet helemaal rationeel, dus dat ik het niet verdiend had. Om kanker te krijgen. Ja, dat zei je al. Dat je eigenlijk zei van dat je lichaam je in de steek heeft gelaten. Ja. 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 Dus eigenlijk de buurman had het maar moeten krijgen. Dan iemand anders. Dat wil ik nou niet zeggen. Maar nee, dat niet. Maar ik vind... Ja, het klinkt erg onaardig. Maar iemand die heel ongezond leeft. Die veel alcohol gebruikt en veel rookt. En dan die combinatie, dat schijnt vooral toch niet zo goed te zijn. Ja, dan zeg ik niet eigen schuld, maar dan denk ik wel van, dan is het wel een verklaring. Ik kom van mijn vader, kom binnen en kom erbij zitten. En dat had ik zo'n intense band met haar op dat moment. En dat me dat heel goed deed natuurlijk. Hè. Ja, ik raak er nu nog geen emotioneel. En als je dat dan gehad hebt, die kanker, of nog hebt misschien, mm-hmm. en dan ben je sneller tevreden, dan denk je, als ik maar gewoon kan leven met mijn vrouw en mijn kinderen, mm-hmm. kleinkinderen, en dan vind je een wandeling met je kleinkinderen belangrijker dan... een nieuw bankstel kopen of een nieuwe auto kopen of een verre reis maken. Dan denk je, dat is eigenlijk allemaal onzin. Het belangrijkste is gewoon je familie en daarmee weg zijn. Ik denk dat het mijn leven intenser gemaakt heeft na die ziekte. Dus dat is wel, het is heel goed dat je dat aan de orde stelt. Mm. Dat is de positieve kant ervan. Mm. Ja. Oké. Okay. Hoe leer ik beter de negatieve gedachten over wat ik nu opgelopen heb kwijtraken, dat lijkt me een beetje utopisch, maar dat die slinkt. De kern, volgens mij, van jouw vraag is verdriet overstomen. Ja. Dat is eigenlijk... Ja. Dus verdriet is een belangrijk woord. En het stomen. Nou, we kunnen het ook bijpakken. Ja. Verdriet en stomen, dat zijn... Want verminderen, dat betekent dan dat het kennelijk nodig is om te verminderen. Ja. Want het is ook maar de vraag. Je zou namelijk ook kunnen stellen dat het best oké is om verdriet over een stoma te hebben. Dus misschien zit hem niet in dat verminderen. Ja. Dat kan, hè? Ja, maar daarom zeg ik verminderen. Niet kwijtraken. Dat kan niet volgens mij. Ja, maar je kunt het wel verminderen. Ja. Dus dat is realistisch. Dat is realistisch. Maar is het noodzakelijk, als je het over verdriet overgestomen hebt, dat je dat verdriet vermindert? Hartelijk dank. Van mijn kant ook hartelijk dank.